Goedemorgen. Het is 4:15 ochtends. De eerste zonnestraaltjes komen alweer op. Het is tweede Pinksterdag 2020. Ik rijd naar het water, want ik ga lekker de ochtend vissen met Twitch baits. De Norische Twitch baits die wij verkopen. En ik zie het water daar al liggen. Het ligt er fantastisch bij. Ik ben heel benieuwd wat de ochtend gaat brengen. Ik besloot om vroeg te gaan vissen, want het belooft echt weer een hele warme dag te worden vandaag. 30 graden bij ons in het oosten. Dus vroeg eruit, 4:15. En ik ga de auto parkeren en ik kom zo bij jullie terug om te laten zien hoe ik met Twitch baits ga vissen. Ik zal jullie nog even laten zien hoe ik met Twitch baits vis. Nou, ik heb een 1000 Daiwa Fuego molentje erop op mijn W6 Street Stick. Ik kan dat prima aan, die kleine plugjes van Noris. Hij ligt vast. Ik gebruik deze plugjes dus. Kleine plugjes, suspending van Noris. Ik heb er een Easy Snap van Decoy voor gedaan, zodat ik snel kan wisselen als nodig is. En omdat ik hier nogal wat, best wel snoek kan verwachten, heb ik een Not Too Kinky onderlijntje eraan. Nou, dit is het, meer is het niet. Keep it simple, denk ik altijd maar. Kan het bijna niet misgaan. Ik ga het proberen. Lay down minnow. Ik ga het proberen en als ik een vis heb gepakt, dan laat ik hem jullie weer zien. Nou, de eerste is een feit. Ik had net al een kleine verspeeld. Kleine scholenbaarsje. Op de Norris Twitch bait. Die we toch heel graag wilden hebben. Ik ga hem snel onthaken en kijken of ik zijn moeder kan, of zijn oma kan vangen. En dat is de reden voor de Not Too Kinky onderlijn. Leuk snoekie op de Norris Twitch baits. Deze keer mooi in het scharnier gehaakt, maar het zal je niet verbazen dat ze ook regelmatig gewoon vol eroverheen gaan. En dan is Not Too Kinky echt een must. En je vangt er echt niet minder om. Ik ga deze onthaken. Later. Oh my god, guys. Dit is echt... Kijk, die staart. Wat een monsterbaars. Op de Norris Twitch bait. Echt niet te hakken. Dit is waarom je om 5 uur opstaat. En 2 uur aan het gooien bent. 2 kleine scholenbaarsjes. Een klein snoekie. En dan deze... Enorme bak. Mega baars. Ik heb mijn medelint bij me. Ik ga hem echt opmeten. Want ik heb het gevoel dat hij echt serieus richting de 50 centimeter gaat. Kijk hoe hij die twitchbait van Norris heeft ingeïnhaleerd. Echt super kicken dit. Seizoen geslaagd? Ja. Nu al. 50 centimeter. En een heel klein beetje. Super dikke vette baars. Ik ga hem weer zijn vrijheid geven. Daar gaat hij. Tot de volgende keer. Wat een super bruut beest. Wow. Nou, het zit er weer op. Ik was rond 4:15 op het water. Het is nu bijna 9:30. Fantastische ochtend gehad op het water. Mooie vissen gevangen. Een dijk van een baars. Echt super cool. Wat kleine baarsjes. Wat snoekjes. En alles op de Norris Twitch baits. Echt, ik denk dat ik een nieuwe verslaving erbij heb. Badend vissen met Twitch baits. Echt heel gaaf. Maar goed, het wordt nu al warm. Er komen weer wat recreanten op het recreatieterrein hier. Dus ik ga lekker naar huis. Het is mooi geweest. 4 uurtjes gevist. Lekker gewaad. En super mooie vangst gedaan. Heel erg blij mee. Die zal ik een deze dagen vandaag met jullie delen. Sneak preview die staat al op de Facebookpagina. Dus geniet van je tweede Pinksterdag. En we spreken elkaar later.